Dus ik ben even van de gelegenheid gebruik aan het maken. Ik ben met Denise. En ik ben iets aan het doen wat ik dacht dat ik nooit meer zou doen. Ik had mijn camera bij me, maar het voelde niet goed om gewoon te filmen daarnaartoe of daar of daarna. Zo, ik schrik me kapot. Kijk daar zo. Het is zondag. Ja, de rommelpiet is geweest. Sarah heeft wel heel veel opgeruimd. En mijn papa ook. Maar kijk, wat een chaos. En wat hebben jullie allemaal al opgeruimd dan? Stoelen, poppen, kussens. Je had het over onderzetters, ja, hoorde ik. Ja, onderzetters heb ik opgeruimd. Oké. Maar dat zijn ze nog niet allemaal. Wat een troep. Ja, ik zie ze liggen achter je. Ja. Dat waren de laatste dan. Ik denk het wel. Dan is die volgens mij vol. Oh, daar hangt ook van je speelgoed. Jeetje. Kijk daarom. Ja, ik zag het net al. Wauw, wat een troep. Ik heb net gedoucht en mijn haar gewassen. Ik heb geen make-up opgedaan vandaag. Mijn haar laat ik gewoon even lekker drogen. En Marco heeft de rekjes opgehangen in de keuken. Maar we hebben ze nu hier gehangen. Dit moet ook nog weggewerkt worden, maar dat komt allemaal later. Maar nu is het zo. En ik zit even te twijfelen of ik ze per 4 of per 3 op een rekje hou. Of dat ik 4-4 maak en dat ik daar nog wat anders zet. Of dat ik nog 2 van die buizen bij bestel, dat weet ik nog niet. Maar ik ben er wel heel blij mee, want het ruimt zo lekker op. En ik vind het zo overzichtelijk, dus echt mega fijn. Sarah en Marco, die zijn langs oma. Dus ik ben even van de gelegenheid gebruik aan het maken om hier even op te ruimen. Dat gaat toch op de een of andere manier altijd het meest efficiënt als ze er niet zijn. En ze zich er lekker vooral niet mee bemoeien. Dus ja, en ik ben wel echt goed bezig nu echt heel veel troepjes en zootjes uit huis te krijgen. Waarom dat ik het... Ik leg de lat te hoog voor mezelf. Dus ik wil elke keer wel dat het zo goed gebeurt. Dat ik daardoor elke keer wel blijf hangen. En niet zo snel ga. Als dat ik zou willen. Maar aan de andere kant. Daardoor gaat dingen wel echt heel goed door. Dus het heeft zo zijn voor- en zijn nadelen, zeg maar. Ik ben met Denise. En ik ben iets aan het doen wat ik dacht dat ik nooit meer zou doen. Ik ben aan het helpen met leren. Dus ik ben ook een beetje aan het leren. Ja, het is wel grappig, maar ik ben wel blij dat ik zelf niet in de boeken ben gedoken. Zo vind ik het leuk. Nee, ja, ik is minder. Ja, even. Denise liep even vast. Dus ik ben al mijn brain farts aan het uitgooien. Ik ben wel blij met die scheet, hoor. Dus ja, ik hoop dat je er wat aan hebt vooral. Jawel, ik ga thuis uitwerken. Ja, ik ga altijd tegen de draad in, dus misschien geeft dat weer goede ideeën. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Ik wil het wel weten. Ja, als dit nou beoordeeld is, dan ben ik de eerste die je wat laat weten. Stuur hem maar door. Wij zijn net even naar de gedenkplaats geweest. Maar ik had mijn camera bij me, maar het voelde niet goed om gewoon te filmen daarnaartoe of daar of daarna. Zo, ik schrik me kapot. Ze heeft zulke koude handen en die schijnt... Glijdt zo met dat koude handje opeens op mijn rug. Zo, ik heb helemaal de rillingen ervan. Het is echt niet goed. Dan ga je nu even je handen warmen. Die zijn zo warm, toch? Een beetje warmer. Heel warm wil ik het niet noemen. Ik word gepest, maar ik ben aan het koken. Ga jij zo'n liefste tafel dekken? Ja. Ja, heel fijn. Oh, wat ben je aan het doen? Wat doe jij? Beenzak. We hebben net gegeten en wij zijn... Donald Duck groente- en fruit pretkwartet aan het spelen. Die vind ik heel leuk. Ja, hij is leuk, hè? Ja, ik vind hem ook heel leuk. Ga je net zo goed doen als net? Ja. Net hadden we alle 3 setjes. En dit is het tweede potje. En daarna is het bij tijd voor mijn kleine muppie. Zij ligt op bed. Marco is nog even de deur uit. Dus ik ga heel lekker de Queen's Gambit afkijken. Helemaal in mijn eentje.
En ik heb er echt zin in, want ik vind hem echt goed. Maar ik hoop dat hij ook zo goed door blijft gaan. Hij is maar 7 afleveringen, dus het gaat wel vrij snel. Maar het is wel echt een serie die je trekt. Je wil blijven kijken. Echt, ja, ik vind hem tot nu toe echt heel goed. Wat vond ik de serie goed? Ik snap echt dat hij zoveel lof krijgt. Ik heb hem met heel veel plezier afgekeken. Nu baal ik eigenlijk dat hij af is, want ik wil helemaal niet dat hij af is. Maar goed. Ik moet nog even editen. Oh, en ik wil niet dat het weekend voorbij is. En dan is het weer zover. Opruimen. Gaan slapen. En morgen begint weer de week. Ik ben wel blij, nog 3 weken. En dan is het vakantie. Heerlijk 2 weken. Gewoon even uitslapen en relaxen. En, nou, relaxen zit er niet in. Maar ik heb nog wel wat dingetjes. Ik zeg maar mijn oudejaars voornemen of zo. De dingen die ik nog wel dit jaar gedaan wil hebben. Dus, maar voor nu is het bedtijd. Net over 12. Net niet in mijn goede voornemen voor dit jaar nog. Maar goed, het valt mee. Dus ik wil de vlog snel afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!